Het is inmiddels een vertrouwd beeld in Someren. Kinderen van groep 8 van de basisscholen uit Someren kruipen één dag in de huid van mensen met een beperking. Dit jaar gebeurt dat voor de 10e keer. Suze, ja, jij kan mij niet zien, want jij bent zogenaamd blind, gelukkig niet echt. Hoe voelt dit? Apart. Hoe ver heb je al gelopen? Weet ik niet. Jij weet je niet, nee? Nee. En hoe gaat het? Ja, lastig. Hoe denk je dat het in het echt is dan? Vervelend. En het is Ria. Ja. Jij begeleidt ze. Ja. Wat doe jij? Hoe leer je ze dit dan? Ze lopen met een blinde stok. En ik begeleid ze als ze verkeerd gaan lopen. En in de winkel gaan ze het zelf betalen. Met het kleingeld wat in de portemonnee zit. En daar zoeken ze dan zelf uit. Ja, we hebben hier Linda en Dennis. Ik wil heel graag iets aan Linda vragen, maar die gaat mij niet horen, denk ik. Nee, niet echt. Dus dan gaan we maar naar Dennis. Wat heb jij? Ja, ik zit in een rolstoel. Wat heb je? Niks. Hoe is dat? Ja, op zich is dat best wel een lastige ervaring, want je zit wel in zo'n ding. Alleen ja, je moet wel overal voor uitkijken en je moet soms goed sturen. Ja, en ik zag je net in de rempel opgaan, maar dat ging nogal lastig. Ja. En dan? Want je bent dan eigenlijk alleen normaal gesproken. Ja, dan moet je of hulp vragen of even omrijden. En dan gaan we nog de winkels in. Dan gaan we het nog lastiger maken, denk ik. Of denk je niet? Ik denk het wel. Jan Vossen, jij begeleidt kinderen. Wat doe je? Nou, ik ben een oud leerkracht van de Brigantijn. En ze hebben me gevraagd om die kinderen mee te begeleiden op deze scholenproject voor het gehandicapten. Heb je dat vaker gedaan? Ja, toevallig 2 jaar geleden ook al eens een keer. En, maar niet met eigen kinderen, maar altijd wel met de kinderen van de Brigantijn. Is dat lastig? Ja, is heel lastig. Want je moet zelf ook heel goed nadenken. En je moet je verplaatsen in degene die gehandicapt is. En dat is vrij moeilijk, vooral bij de blinden. Vind ik het heel moeilijk. Ja, je hebt ook niet één handicap bij je, je hebt er 3 bij je. Er zijn er 3. De rolstoelen die komt wel vooruit, maar de blinde die gaat heel erg langzaam. De anderen moeten daarop wachten. En de dove is het probleem dat die bijna niet kan liplezen. En dan moet je dus alles aanwijzen op een papiertje of op een smartphone of op een telefoontje. Zodat hij toch dingetjes kan vragen aan de winkelier of aan mensen. En dat is heel lastig. Ja. Hoe gaan jullie dat in de winkel doen dadelijk? Dat gaan we op dat moment maar eventjes oplossen. Ze moeten heel vaak iets vragen aan andere mensen of die hun dus willen helpen. Maar ook aan de begeleider die hun gaat ondersteunen. En dan moeten ze toch hun boodschapjes bij elkaar zien te krijgen. Kijk, de rolstoeler, die kan alles pakken wat op ooghoogte is. Maar een meter boven hem gaat niet lukken. Als de peperkoek toevallig op het bovenste vakje zit, ja, dan heeft hij een probleem. Dan moet hij dus andere mensen vragen.